Hallo, goedemorgen. Zie jij een vogeltje? Oh, is dat vogeltje mooi? Ja, je zulke poesje. Oh, je zulke poesje. Hallo, vlogmas. Deel 5, zegt Nagini. Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe video. Had Nakini hem al geopend? Volgens mij wel. Het is in ieder geval vlogmas deel 5. En ik wil even beginnen met iedereen bedanken voor het kijken. En leuk reageren op mijn vlogmas. Ik doe het echt met heel veel plezier. En ik vind het leuk dat jullie ook het waarderen dat ik dit doe. Dus dankjewel daarvoor. Wat gaan we vandaag doen? Nou, allereerst heb ik mijn make-up gedaan en mijn scheiding in het midden. Oh, ik moet hem even iets omhoog zetten hoor. Zo. Zo. Ik heb vandaag mijn make-up gedaan, want Nikki is niet thuis en die houdt nooit van mijn make-up hoofd. Ik zelf op zich wel. Dus als Nikki dan de hele dag niet thuis is, dan doe ik lekker make-up, hè? Met een rood lipje, want het is kerst bijna. Dus dan is een rood lipje ook natuurlijk mogelijk. Ik heb mijn kersttrui al klaar liggen. En ik heb even bedacht van wat gaan we doen. We hebben in principe een hoop te doen. Maar ga ik dan dingen die moeten gebeuren of ga ik gewoon iets leuks doen? Ik heb besloten dat ik een rondje ga wandelen hier in het dorp. En dan ga ik de kerstkaartjes rondbrengen. Naar onze vrienden en familie die in de buurt wonen. Dan hebben ze die maar vast, de kerstkaartjes. En dat vond ik wel leuk. En dan heb ik ook weer mijn beweging gehad. Maar buiten is het natuurlijk wel koud. Dus ik doe lekker mijn kersttruitje aan. Dus dat is voor nu het idee wat we gaan doen. Oh, en ik vind het zo leuk. Al deze vlogs. Ik word helemaal vrolijk van het editen. En als ik het terugkijk, dan denk ik ook, oh, het is zo leuk. We doen allemaal leuke dingen. Ik hou zoveel van december. Ah, oké. Maar goed, we gaan wandelen. We beginnen maar de dag met een leuke kersttrui aantrekken. Deze is wel een beetje groot voor mij, maar dat mag bij kersttruien. Thuis en dat was echt veel leuker dan ik had verwacht, want ik kwam bij de tweede kaartje wat ik wilde posten, dat was bij Sanne en Roy. Roy is de beste vriend van mijn vriend, van Nikki. En toen kwam ik Sanne tegen met een babytje, die ging een rondje wandelen. Ik zeg, zullen we samen wandelen? Ik moet alle kerstkaartjes rondbrengen. Toen zei ze, oké, is goed. Dus toen heb ik samen met Sanne de kerstkaartjes rondgebracht. En dat heb ik uiteindelijk niet gevlogd, want ik voel me altijd een beetje awkward vloggen bij vrienden. Bij familie of zo durf ik dat altijd wel, want die zijn, ja, die weten dat dit, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat het verschil is. Ik bedoel, mijn vrienden weten ook wat, dat het mijn werk is. En vloggen niet echt, maar ja, ik durf het nooit zo goed te vragen aan vrienden. Terwijl bij familie trek ik gewoon mijn camera uit en dan ga ik lekker filmen. En dat was heel leuk. En Jul, dat is het dochtertje, die is 5 oktober geboren. Precies toen wij corona hadden. Heel kut. Dus toen konden we niet meteen op kraamvisite. Maar inmiddels hebben we er al best wel vaak gezien. Wel op veilige afstand natuurlijk. Ik heb er 1 keer al een fles mogen geven. Vind ik super leuk. Maar dat was dus echt leuk. En nu ben ik helemaal gemotiveerd. En wil ik even iets gaan maken voor in mijn webshop. Maar eerst ga ik heel even het huis opruimen. Zullen we even timelapse maken? Oké, ik heb even de keuken een beetje opgeruimd.
Ik heb dozen opgeruimd vooral. Nou ja, de keuken is weer even schoon. En de tafel is weer leeg, want die zat helemaal vol. Kijk, hier komen als ik kerstkaartjes krijg. Heel veel mensen hebben tegen mij gezegd dat ze geen kerstkaartjes sturen dit jaar. Maar goed, ik heb twee van die dingen waar je kerstkaartjes in kan zetten. En ik heb dit een beetje opgevuld. Ik heb in ieder geval de tafel leeg en dat kerstboompje neergezet. In het venster heb ik de muts neergezet. Dus nou is het in ieder geval iets meer opgeruimd dan wat het was. Ja, dus nou kunnen we lekker met het schoonhuis aan de slag met het volgende projectje. Het moment dat ik mijn camera weg doe, komt dit door de brievenbus. De eerste kerstdag van het jaar. Of de kerstdag. De eerste kerstkaart van het jaar. Vet leuk. Even kijken van wie die is. What are the odds? Dat precies op het moment. Ook echt met zo'n zegel. Heel cool. Oh, het is geen kerstkaart. Het is... Oh, dit is heel leuk. Een vriend van Nikki en zijn vriendin. Nee, en zijn vrouw. Die hebben een kindje gekregen. Lois. Heel mooi kaartje zeg. Oh, die komt mooi tussen de kerstkaartjes te staan. Lois, hele mooie naam met een heel mooi kaartje. Letterlijk, ik had dit kaartje ook uit kunnen kiezen. Maar niet de eerste kerstkaart dus. Dus die, ben wel benieuwd van wie de eerste kerstkaart gaat zijn. Ik denk van mijn moeder, denk ik. Het is de dochter van de keeper van Nicky's voetbalteam. Maar ik hoopte heel erg dat ik een kerstkaart of een geboortekaartje zou krijgen. Want nu kunnen we er gewoon naartoe gaan. Als ze bezoek ontvangen, tenminste, in deze tijden. Dat vind ik zo leuk, op kraamvisite. Leuk. In de vorige vlog... Oh, goed. Dat is niet meer. In de vorige vlog had Nicky gekookt en ik had helemaal het eindresultaat niet laten zien. Maar dit is het. En dan kun je het zo scoopen met de tortilla's. Heel erg lekker. Goedemorgen, het is de volgende dag alweer. Ik ben nog steeds helemaal blij met mijn kerstboompie. Hij is zo leuk. Waar ik vanochtend mee bezig ben geweest, oh, je zit wel heel dicht op mij. Ik heb voornamelijk weer gewerkt aan project Etsy Shop. Ja, heel erg leuk, maar ik wil het nog eventjes geheim houden verder. Ik wil alleen zeggen dat ik ermee bezig ben. Maar ik hou de shop verder nog even geheim, omdat ik wil het pas aankondigen of bekendmaken als het ook echt klaar is. En nu ben ik er alleen nog maar mee bezig en er gaat best wel wat werk in zitten. Wel heel leuk. En ik ga zo bananenbrood halen of maken, want Nicky en ik waren echt super snugger. De kwark was op en de bananen. En dat hadden we allebei niet tegen elkaar gezegd, maar we hebben het allebei gehaald. Dus nu komen we om in de bananen. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om een bananenbrood te maken. Dus dat gaan we zo doen. Oké, voor het bananenbrood heb ik 3 bananen. Beetje witte chocolade. Dat moest eigenlijk puur hebben, maar dat hadden we niet in huis. 2 eieren, 7 dadels, melk. Magere melk heb ik altijd. Kaneel, beetje zout. Ik moest kokossnippers hebben, dus ik doe daar in plaats van kokosmeel en een beetje tarwebloem. En ik hoop dat dit gaat werken. Laten we beginnen. Mijn excuses, ik zit in mijn pyjama nog. Ik heb eigenlijk nooit de reden om mijn pyjama uit te trekken. Dus dat doe ik dan ook maar niet, hè. We beginnen met de bananen prakken. In stukjes. Ja.
mixen. Oké, breek de eieren bij het beslag en mix de eieren met de garde op hoog tempo door. Oké. Dat gaan we dan maar doen, hè. Ga ik jullie even stopzetten? Oh, ik kan deze nog erbij doen. Eén. Twee. Hoppakee. Voeg het kaneel samen met het zout en mix tot dit door het beslag. 1 theelepel kaneel. Dit is het gemixte beslag. En een snufje zout. Oké. Dat moet dan eventjes ook er doorheen. Ja, die zijn door het beslag heen. Voeg de bakpoeder toe en de helft van de bloem. Oké. Nu hebben we bloem en meel, dus dat is, moeten we een beetje mixen. Bakpoeder. Ik heb baking soda. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Het is eigenlijk bakzout in plaats van bakpoeder, maar goed. Voeg bakpoeder toe en de helft van de bloem. Oké, dus is 50 bloem en 20. Wacht, deze doe ik ook een beetje vanillesuiker erin. Voor de smaak. Oké, het deeg is klaar. Niet te lang. Mix zolang het zwaar en droog wordt. Oké, hak de walnoten in grote stukken aan het beslag. Oké, even dus de witte chocola toevoegen. Ik heb nog geen melk toegevoegd. Oh, dat moet op het einde. Dan klopt het. Nee, dan klopt het. Bakpapier. Ik ga nog een banaan erbovenop leggen. Oké, dan gaat die de oven in.
als, als de oven voorverwarmd is. Ga ik ondertussen even de keuken opruimen. En hij zit erin, hij zit erin. Normaal doe ik dus altijd, of hij moet 30 tot 40 minuten erin. Ik doe dus altijd 40 minuten. Ik neem het risico niet om een half verlepte bananenbrood te hebben. Ik heb nieuw vinyl besteld, maar ik heb niet goede. Ik heb wel echt superleuke kleuren. Kijk, goud en turquoise. Of het is eigenlijk een soort tiel. En paars. Heel mooi. Maar dit is geen heat transfer vinyl, maar gewoon vinyl. Iemand een idee wat ik hiermee kan doen? Ik kan trouwens de kleur helemaal niet goed zien. Zo is beter. Tips wat ik met dit vinyl kan doen. Naast bedrukken, want bedrukken kan dus niet met dit vinyl. Laat me het weten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie over 2 dagen weer. Doei!